Goedemorgen. Ik ben net wakker. Het is 10 uur. Ik ben iets langer blijven liggen, want ik ben gisteren ook echt tot 1:15, 1 uur doorgegaan. Dus ik dacht, nou, ik blijf iets langer liggen. Ik heb een lang vest aan. Die komt van de Penneys. Dat is de officiële Primark, zeg maar, die in Ierland. En ik was daar van de zomer voor school met mijn vriendinnetjes. En dat was super leuk. En dit vest is echt zo'n aandenken die ik dan af en toe een keer aantrek. En daar word ik echt blij van. Ik combineer hem met een crop top. Ik vind het juist het verschil tussen het lange vest en de crop top heel erg leuk. Ik heb mijn haar en mijn make-up nog niet gedaan. Ga ik zo even doen. Ik moest vanmiddag werken. Dus ik was eigenlijk van plan om iets nieuws te proberen met het opsteken van mijn haar. Want ja, je moet je haar altijd vast. En ik heb altijd hetzelfde. Dus dat leek me wel eens leuk. En nu ga ik nog even voor Blesk aan het werk. Even ontbijten. En dan zien jullie me zo weer. Voor de echte Kruisli-liefhebbers trouwens. Ik ontbijt met Kruisli en triple chocolate is dit. Maar normaal gesproken heb ik altijd alleen chocolade. En die is echt veel lekkerder. Want hier heb je dan weliswaar melkwit en puur. Maar die melkwit en puur die vind je eigenlijk helemaal niet terug in je Kruisli. Die heeft veel te weinig smaak. Dus je kan veel beter alleen chocola nemen. Met alleen puur is echt lekkerder. Ik ben opgemaakt. Ik heb gekozen voor een vrij naturale. Zo, ik ben klaar. Ik ben opgemaakt. Heb mijn haar gedaan. Ik heb een beetje zitten spelen en ik wilde iets met draaien in mijn haar, maar ik merk dat het bij jezelf nog lastig is. Dus ik moet nog even oefenen. Uiteindelijk is het dus een iets simpelere, gewoon ingevlochten haar geworden. Ik hoop dat je het goed kan zien. Eigenlijk is het dus heel makkelijk. Het enige wat je moet doen is gewoon je haar invlechten. Wanneer je het nog een stukje over hebt, dan ga je dat terugstoppen. En dan werk je dat gewoon langzaam tussen je vlecht omhoog. Bij iets langer haar kan het ook. Maar echt lang haar natuurlijk niet. Voor mij met kort haar is dit echt een goede optie. En ik vind het altijd heel leuk staan. Het geeft je gelijk het gevoel alsof je heel veel moeite hebt gedaan. En je moet een beetje oefenen, maar je krijgt het echt onder de knie. Ik heb mijn werkbloesje aangetrokken. Tammyga, zo heet de winkel waar ik heet. Zo heet de winkel waar ik werk. Het is een patisserie. Dat betekent dat we gebak, ijs en chocola hebben. Maar ik ga jullie het straks ook laten zien. Het is een beetje donker buiten, dus je kunt het niet zo goed zien. Ik zal het even nog een keer zo laten zien. De kleuren van de winkel zijn bruin en roze. Dus roze lipstift erbij voor een beetje dezelfde tint. En ik ga jullie straks laten zien waar ik werk. Ik zal jullie een rondleiding geven naar de winkel. En even laten zien waar ik precies werk. Bereid je voor, want het wordt echt een festijn aan lekkernij. Kijk, dit is een mand waar ze allemaal speciale dingen neerzetten. Dus echt plakettes met 50 jaar en chocolade, iPad chocolade like. Allemaal baby dingetjes. Je kan het echt zo gek niet bedenken. Dit zijn de bonbonnetjes. We hebben twee soorten. Ons waar je nu naar kijkt zijn de slagroombonbons. En dit zijn de handgemaakte bonbons. Op basis van chocola. Super lekker. En we hebben voor de Pasen. Volle paaseitjes. Nou, en ze maken echt van alles. Zoals hier. Het is echt een mega grote Sarah. En een chocoladekoe. Harten met een tekst erop die je wil. Hier zie je verder alles aan chocolade. Pinnenrotjes en dat soort ongein. En de gepakjes. Het is alweer een beetje op. En ja, heren, zijn we weer. Sorry voor de onderbreking, maar er kwamen even klanten binnen. Ik was gebleven bij het ijs. Als je dan deze kant op gaat, dan kom je bij alle paasspullen. Wij zijn namelijk al helemaal klaar voor Pasen. Doosjes met paaseitjes, paasfiguurtjes, de standaard doosjes. En dan nog even een overzichtje. Hier werk ik dan. Zo ziet het er dan uit vanaf deze kant. Lekker, hè? Smelt, 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 smelt. Kersencakejes. Chocoladecakejes. Chocolade. Kijk, 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 kijk. Kijk wat ik net gemaakt heb.
pindarotjes. Aan de andere kant van het werk. Een hele hoop is leuk. Ah, de vaat is ook niet zo erg, want het ruikt altijd heerlijk naar chocola. En ja, als je al die lekkere dingen maakt, dan wordt het natuurlijk ook vies. Ja, dat denk ik wel. Dus, aan de vaat. Je moet natuurlijk altijd even testen wat je gemaakt hebt. Ik heb het geleerd van een master. Je pakt het een beetje zo. En dan leg je het er heel op. Je moet niet knoeien, want als je knoeit, dan krijg je op je kop. En wat ben je aan het maken dan? Ik maak Corina's. Dat is cornflakes met witte chocola. Ja hoor, met melkchocolade. En het is echt super lekker. Dan doe je een beetje zo. Nou, zoiets is het dan een beetje. Het is eigenlijk heel simpel. Alleen ik knoei wel en dan krijg ik straf. Lekker! Kijk, mijn pindarotjes zijn verkocht. Yay! Ik ben weer thuis. Ik heb even een pizzaatje voor mezelf gekocht, want mijn ouders gingen weg. Mozzarella pizza van een restaurant, die vind ik zelf altijd het lekkerst. Die heb ik heel vaak. Ik ga even lekker Two and a Half Men kijken en dan ga ik zo naar de radio. Ik doe elke woensdagavond een jongerenprogramma bij de Veenendaalse Omroep. Niet bijzonder, niet heel groot en verwacht ook niet dat er meer dan 30 luisteraars zijn. We weten het eigenlijk niet, dus het zouden er ook 100 kunnen zijn, maar ik ga er niet van uit. En nou, dan zal ik een uurtje presenteren en wat nummertjes draaien. Heel gezellig. En ik zal er ook een stukje filmen. Linkje is het allerliefste boetje op aarde. En ik ga hem heel erg missen als ik straks uit huis ben. Hallo, we zijn bij Explore. Hey. Anne is erbij. Matthijs is erbij, maar Matthijs is een beetje druk. Maar het is 9:30, dus het eerste half uurtje zit erop. We hebben net verteld over de 3 jonge talenten in Veenendaal die in de Voice Kids zitten. En over 3FM die naar Veenendaal moet komen. Want ja, alle goede DJ's komen uit Veenendaal. Wist je dat niet? Nou, noem me even Pauw, want ik weet het even niet meer. Headhunters. Nicky Romero. Ja, sowieso. En wie hebben we nog meer? Ja, de Hardwell. Hardwell? Nee, ja, joh. Nee, die is Nederlands. Die is niet uit Veenendaal. Nee. Nou, in ieder geval, er komen echt super veel uit Veenendaal. Dus iedereen moet naar Veenendaal te komen. Ja. En Explore is heel hip. Als je ons wil luisteren, dan heb je een beetje pech, want dat kan niet. Ja, via de site. Kan het tegenwoordig. Ja. Oh, stilok.nl en van 9 tot 10, stilok.nl en dan naar Explore. Op woensdagavond. Op woensdagavond. Doei. Dat is Anne. Dag Anne. Doei. Dag Matthijs. Zo, ik ben weer thuis. Er liggen twee hele luie katers op de bank. Hier hebben we er eentje. Hallo. Hallo Stinkje. Neem je een mooie poes. En hier hebben we een dikkie, maar die is echt een katzwijm. Dikkie. Nee. Hallo. Zit ik je wakker te maken? Oh, poesje. En het is 9:50. Ik ga nog heel eventjes iets voor mijn blogje doen. En daarna ga ik lekker douchen en naar bed. Morgen weer een dag. Ik heb morgen eigenlijk heel weinig. Ik hoef niet te werken. En moet even weer wat vooruitwerken voor mijn blog. Ik moet even checken of de skibroek van mijn vriendje al is aangekomen. Want als die er niet is, dan ga ik echt een beetje stressen. Want het is nog maar 2 dagen. Ik bedoel, vrijdagnacht gaan we weg. En als die er morgen nog niet is, dan heb ik nog 1 hoop dat hij vrijdag aankomt. Maar dan... zij zei, het is of woensdag of zaterdag. En ik zou een sms'je krijgen als hij er was. Nou, ik heb nog niks gehad. Dus dan zul je zien dat hij zaterdag komt. Dan is het te laat. Dan wordt het dus een mega zoektocht om nog een skibroek te vinden. Gaan we nu nog niet over nadenken. Verder ga ik het filmpje monteren voor Beleska morgen. En dat is een nieuwe make-up tutorial. Ik zou er eigenlijk 2 doen. Dan doen we ook de Kylie Jenner lip. Daar hebben we een video van opgenomen. Super cool. Die wil ik zelf ook even uitproberen. Alleen dan moet ik even een goed lippotlood kopen. Want zij vertelde dus, even een goede tip tussendoor, dat je de Kylie Jenner lip het best kunt doen met een half vet lippotlood. Zij is visagie-artieste. Zij heeft dus ook haar eigen school. En dat doet ze dus omdat ze niet alleen dat lijntje doet.
Maar ze kleurt het er ook mee in. Zodat als je lipstick eenmaal vervaagd is, je niet ineens dat hele lijntje zo ziet lopen. Nou, ik vond het een onwijs goede tip. Dus ik wil het graag ook proberen. Dus als ik morgen nog even naar het centrum ga, dan ga ik ook even een half vet lippotlood kopen. Nou, voor vandaag is dit het weer. Slaap lekker allemaal en tot morgen.